Lachen mag van God. Een serie van 16 radioprogramma's over en rond de Nederlandse schrijfster die door iedereen begrepen wordt, Annie M. G. Schmid. Samenstelling en presentatie, Jacques van Kollenburg. Vandaag deel 14. Madame. Hoe is deze musical ontstaan? Heel precies weet ik nooit meer wanneer een musical ontstaan is. Wanneer is zo'n idee gekomen, dat weet ik nooit meer. Zou ik niet kunnen zeggen. In ieder geval, het idee was dus een bordeel naast een vrouwenhuis. Een sekshuis dus, naast het is niet een blijf van mijn lijfhuis geworden, maar het was een groepje vrouwen wat van hun kraakpand een blijf van mijn lijfhuis wou maken. Een stel feministische vrouwen waar geen man binnen mocht komen. Je hebt van die huizen in Amsterdam, je hebt ook sekshuizen in Amsterdam. Ik ben ze allebei gaan bekijken. Ik vond het een heel interessant en fascinerend idee om dat in een musical te gebruiken en die huizen naast elkaar te zetten. Het ene huis waar de mannen ingelokt worden, het andere huis waar geen man in mag komen. Dat is een leuk thema, dat heb ik gebruikt. Kenden ze je als je daar kwam? Nou, ik heb dus contact gemaakt met allebei dit soort huizen en ben er ook geweest, herhaalde malen. En dat was allebei heel gezellig, heel leuk. En ze wisten waarvoor je kwam? En ze wisten waarvoor ik kwam, maar gaven me ook alle inlichtingen die ik hebben wou en alle informatie. En dat was heel, heel genoeglijk, ja. In het huis van madame, in die luxueuze sfeer, wie daar eenmaal kwam, komt er telkens weer nog een keer meer en meer. Zo geraffinement, paradijs van de seks, de cliënt wordt verwend. Relax, relax, met een lieve jonge lady. Eerst een drankje aan de bar, en daarna de champagne en de wip met caviar. Het is het oudste handwerk, het oudste vak op aard. Vanaf het steen, het ijsberg tot de ruimtevaart. Het is hier zo intiem en zo discreet, wat heet, wat heet. En Adeline, niemand die het weet. Mannen komen veel te kort. Kijk het huis naar het behang. Macaroni op een bord. Mien is in de overgang. Dus geen wonder dat hij kwam. Dram, 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 dram. Naar het huis van madame. In vuur en vlam. Zelfs een autoriteit. Van de oorlogsvloot. Zoekt vergetelheid. In de moederschool. Zo menig heer. Van hoog niveau. Kwam keer op keer. Incognito. Met de lieve jonge lady. Eerst een drankje aan de bar, en daarna de champagne en de wip met caviar. Fractielid van CDA, hij vergadert door de week. Brave echtgenoot in pa, luistert zondags naar de preek. Zo onschuldig als een lam, dat hij heel toevallig kwam. Dram, dram, wam, wam, in het huis van madame. En een vrome islamiet, ulema en hoge piet, arriveerde hier. De islam. Njam, 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 met de lieve jonge lady. Eerst een drankje aan de bar, en daarna de champagne en de wip met caviar. Menig hoog personage wil wel eens een massage. Vogels van diverse pluimage. Protestant, makelaar of fabrikant, boeren van het platteland, burgers uit de middenstand, heel ons dierbaar vaderland, iedereen is klant, iedereen belandt. In het huis van madame, 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 in het huis van madame. Het werk van Annie Schmid is veelzijdig, fantasierijk en veelomvattend.
Het varieert van kinderproza, kinderpoëzie tot series voor radio en televisie, toneelstukken en musicals. Wat is nou moeilijker, een toneelstuk schrijven of een musical? Ik kan niet zeggen dat een toneelstuk maken nou zoveel moeilijker is dan een musical. Je zou kunnen zeggen, ja, het is moeilijker. Aan de andere kant is musical natuurlijk vreselijk moeilijk, omdat er liedjes in zitten en het moet toch een tikkeltje geloofwaardig zijn. Er moet een story in zitten. Maar het belangrijkste vind ik dat comedie, een echte blijspel, dat is een beetje uit de mode. Dat bestaat eigenlijk niet zo goed meer. Ja, je hebt natuurlijk echt nog wel een theater van de lach. En je hebt nog wel een heleboel van die boulevardstukken. Maar ik vind ze niet interessant meer. Ik zou ze niet graag meer willen schrijven. Vroeger wel had ik dat dolgraag gedaan. Maar nu zijn ze een beetje uit de tijd. Terwijl een musical is niet uit de tijd. Dat is iets wat ook nog aan ontwikkeling onderhevig is. Je kunt in een musical experimenteren. Je kunt nieuwe dingen doen. Je kunt zowel in muziek als in de teksten, als in de dans, als in de scènes, kun je iets nieuws proberen. Terwijl een komedie, een situatiecomedie, ach, dat is zo'n beetje vastgeroest. Zit je nog 's morgens om 7:30 aan de schrijftafel? Ik zit niet alleen 's morgens om 7:30 aan de schrijftafel, ik zit om 5:00 's morgens aan de schrijftafel. Dat is een malle gewoonte die ik de laatste jaren van mijn huwelijk heb aangewend. Omdat 's morgens is er niemand die een beroep op je doet. Er is geen telefoon, er is geen voordeurbel. Dus je kunt rustig schrijven. Andere schrijvers doen het 's nachts om 1:00 of 2:00 of zo beginnen ze. Maar ik begin dan het liefst 's morgens als het kan om 4:00. Dat wordt wel eens iets later. Moet de inspiratie er zijn of zeg je ja, ik moet gaan zitten, het is een vak, het moet komen? Het is een vak. Het is je werk, je moet gaan zitten, je moet gaan schrijven. En 9 van de 10 keer lukt dat niet. En dan ga je een excuus zoeken, je gaat iets anders doen. Je gaat een beetje opkrabbelen of potloodjes slijpen. Maar je moet wel gaan zitten en je moet wel gaan werken. En dan komt het? Uiteindelijk komt het dan ook. Het gebeurt wel eens dat het wegblijft? Wat word je dan ongenietbaar voor de omgeving? Het gebeurt wel eens dat het heel lang duurt voor je een idee krijgt en dat je soms weken achter elkaar niet kunt schrijven. Omdat op een of andere manier er ontbreekt iets. Je kunt niet verder met je idee of het is een slecht idee geweest. Dan moet je de moed hebben om dat hele idee weg te gooien. Dat is altijd een hele pijnlijke beslissing. Maar soms moet het wel eens. Dan moet je weer opnieuw beginnen met iets heel anders. Dat zijn de vervelende tijden, maar dat heeft iedere schrijver natuurlijk. Merkt je omgeving dat als het niet wil? Nou, dan word je wel een beetje knorrig. Maar voor je omgeving is eigenlijk nog de vervelendste tijd als je het wel gaat, als het wel lukt. Want mijn man en mijn zoon zeiden altijd, later maar, ze zitten in een wolk op het ogenblik. Dan zit je inderdaad net of je met een touwladdertje naar boven bent geklommen en niet meer te bereiken bent. Want als het goed gaat met je werk, dan ben je echt voor niemand te bereiken. Mannen! 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 Hun hebben de macht, hun hebben de poe. Wij worden veracht en verkracht. En vernederd door alles wat hun doet. Hun hebben de macht, hun hebben de poe. Hun hebben de wijsheid in pacht. En alleen maar ellende gebracht. Skiet, skiedie, skiet, skiedoe. Kijk om je heen wie de leiding geeft. Kijk wie de touwtjes in handen heeft. Allemaal, moord en geweld, crisis voor de deur, overal terreur en tirannie. Het is de
schrijven is een vak, zeg je al. Wat is daarvan nou erg moeilijk? De eerste zin is verschrikkelijk moeilijk. Dat geldt zowel voor een scène van een musical als voor een regel van een boek. Het is net of die eerste zin het hele werk zal bepalen. Dus daarom durf je die niet neer te zetten. En dan wacht je ook maar liever tot het allemaal af is voordat je de eerste zin neerzet. En de titel, het bedenken van de titel? Nou, meestal is dat nogal makkelijk gegaan, omdat je dat ook niet alleen doet, maar met z'n allen. Met het team waar je mee werkt. Die noemen dan iets en zelf noem je ook wat. En er komt dan altijd wel wat uit. Hoe heb je altijd toch de moed gehad om, het zijn nu 6 musicals geweest, toch te denken van, nou, dit gaat groot succes. En is er dan bepaalde moed voor nodig om te zeggen, nou, ik ga weer wat anders maken? Of ging dat vanzelfsprekend? Is het niet geweest dat je dacht van, ik durf het eigenlijk niet meer? Natuurlijk ben ik altijd weer bang en denk ik durf het eigenlijk niet meer. Of ik denk ik ben te oud of ik ben te ouderwets. Maar wat heb je allemaal niet voor remmen? Als iemand vraagt, doe het nog, maak nog eens een musical. Maar ik werk met mensen samen. Ik werk eerst met John de Kranen en later werd het Marga Wagenaar, zijn opvolgster. Waar ik ook heel goed mee kan werken. Ik heb verder Paddy Stone als regisseur. Harry Banning maakt de muziek. Jan Beutener maakt de decors. Ik ken meestal de acteurs waar ik voor werk. Dat zijn allemaal dingen die mij aanmoedigen en een enorme stimulans geven om het toch maar weer te doen. Omdat het teamwork is. Teamwerk is wat je met z'n allen doet en wat eigenlijk heel heerlijk is. Het is minder eenzaam dan aan je bureau zitten en een kinderboek schrijven. Dus niet zo dat je denkt van nou, het moet beter worden als het andere. Nou, dat ben ik nu langzamerhand overheen. Dat heb je in het begin dat je denkt, alles wat ik schrijf moet beter zijn dan het vorige. Maar dan denk ik heel redelijk van, dat kan helemaal niet. Ik ben al blij als het aardig wordt en mensen zeggen, ja, dat vinden we wel leuk. Dan ben ik al heel gelukkig. Het is al meerdere keren ter sprake gekomen dat Annie Schmid bijzonder graag schreef voor Connie Stewart. Omdat Annie bij het schrijven, als het ware, al hoorde hoe Connie zo'n tekst zou brengen. Dat was onder andere ook het geval met het liedje uit de musical Madame, getiteld Ik ben er nog, er zit nog leven in die oude kat. Ja, ik speel de rol van hoerenmadam in de musical Madame. Mm-hmm. En het gaat om een soort terugblik, want madame die krijgt het zeer moeilijk, die wil het leven uitstappen. En dat lukt niet helemaal. En ze wordt ook dwarsgezet door de feministen oorspronkelijk. En het is een soort terugblik, maar het is leuk en ik moet zeggen dat er ook een paar geniale zinnen in zitten. Zoals ik en de oude Willem Drees, we zijn er nog. Dat zijn natuurlijk vondsten. Ik hoop dat je nog even blijft leven. Ja, maar ze heeft natuurlijk altijd in liedjes geniale zinnen. Zinnen die niemand ooit bedenkt. En ik ben daar altijd erg blij en dankbaar voor. Ik waardeer dat zeer. En ook haar uitzonderlijk gevoel voor humor natuurlijk.